Hallo iedereen en welkom bij aflevering 3 van mijn Career Mode serie. Maar natuurlijk, omdat het een korte video is, heb ik ook wat goed nieuws. En dat goede nieuws is dat ik vanavond ga livestreamen van 8 tot 9 uur. Dus dan ga ik lekker een uurtje een paar potjes spelen en dan kunnen jullie gewoon lekker kijken hoe ik online zit te spelen. Dus als je daarbij wil zijn, dan klik eens de link in de beschrijving twitch.tv/hazerolls. En dat is dat ik dan rond 8 uur ga livestreamen, dus wees daarbij. En dan ben ik heel benieuwd naar wie er allemaal gaan komen kijken. Want het is altijd heel leuk en zoals ik al zei, de vorige livestream was heel goed verlopen en heel veel mensen vonden het leuk. Dus als je er vorige keer niet bij was, raad ik het zeker aan te doen, want je wilt het echt niet missen hoe ik een paar potjes te spelen. En het is natuurlijk op next gen in tegenstelling tot deze current gen gameplay. Want ik zit nu een beetje te twijfelen of ik wel echt next gen video's ga maken. Want ik heb ook nog een Killzone gameplay. En eigenlijk wil ik ook wat Killzone uploaden. Gewoon voor de gein. Omdat het in eerste instantie eigenlijk gewoon een allround gaming channel zou zijn. Maar dan wil ik dus gewoon weer een keertje afwijken. Door een keertje een andere video te uploaden. Maar dan moet ik dus kijken of ik nog een keertje een Killzone gameplay ga uploaden. Maar zoals je zag had ik mijn eerste wedstrijd tegen Bolton gewonnen met 2-0. En gaan meteen onze tweede wedstrijd tegen Aston Villa. En ik moet natuurlijk zoals altijd weer een paar veranderingen toe gaan passen in het team. Want natuurlijk, ik moet alle spelers gewoon tot zijn volle potentieel gebruiken en aan het einde van deze aflevering zal ik een match report zien, want een aantal mensen willen toch wel zien hoe alle spelers uiteindelijk al gegroeid zijn in deze eerste week van de competitie. En natuurlijk wil ik deze competitie ook gaan hervatten en dan ga ik binnenkort als ik next gen heb en ik heb daarvoor een capture card waarmee ik kan opnemen, dan ga ik ook een nieuwe career mode doen, dus maak je daar ook niet zorgen om, dus ik ga gewoon de rest van FIFA 14 ga ik gewoon een career mode doen. En ik krijg dus al één goal van Korea uiteindelijk de overwinning en het was volgens mij voor de League of voor de Capital One Cup, in ieder geval één van de wedstrijden was voor de Capital One Cup en de andere was voor de League zelf. Dus ik heb nu twee keer gewonnen en nu ben ik dus tegen een heel grote wedstrijd en een heel belangrijke wedstrijd. Hier zit dus de allerlaatste andere scores, dus uiteindelijk was het wel voor de Premier League en niet voor de Capital One Cup. En dan gaan we nu tegen onze andere belangrijke wedstrijd en je zag het daarnet al, ik moet dus tegen Manchester United. En natuurlijk moest ik hiervoor mijn beste team opzetten, alleen een aantal mensen waren best wel moe, dus die moest ik iets gaan veranderen. Onder andere heb ik toen Januzaj er volgens mij ingezet. En over Januzaj gesproken, dat is op zich best wel grappig, want die gast had voor 22 pond had hij een best wel knappe vriendin meegenomen naar Nando's. En Nando's is een beetje vergelijkbaar met een McDonald's of Burger King. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg vernederend als je dan in een trainingspak daarheen gaat met een best wel lekker wijf. En dat je dan uiteindelijk maar €22 uitgeeft aan een best wel fastfood gerecht. Daar gaat eigenlijk helemaal nergens over. En dat was dus helemaal het nieuws dat die Januzaj dat echt heel stom had voor elkaar gekregen. Maar uiteindelijk had Kadira dus één goal gescoord. Hier zit dus gewoon hoe vies de computer tegen me aan het spelen was. Het leek alsof ik tegen een of andere irritant online opponent aan het spelen was. Hij was gewoon alleen maar rondpaas, een beetje voor balbezit aan het spelen, zodat ik niet in de bal kon komen. Dus we waren eigenlijk gewoon aan tijd rekken. En dat vond ik best wel irritant. En uiteindelijk dan verlies ik de wedstrijd dus met 0-1. Want het is wel zonde, maar uiteindelijk heb ik dus twee wedstrijden gewonnen en eentje verloren. Dus het kan altijd gebeuren. Maar hier zit dus nog het match report en dit is het einde van de aflevering. Dus bij de livestream, dan vergeet natuurlijk niet te kijken rond 8 uur. Want dan zal ik ook nog wel van tevoren een video uploaden dat ik op dat moment echt ga livestreamen. Je kan me ook wat voor op Twitter. De link zal in de beschrijving staan. En op Instagram, dat is gewoon Hazerolls. Die naam zal ook gewoon in de beschrijving staan. En tenslotte kan je ook nog gewoon abonneren als je het geabonneerd bent. Vergeet video niet te liken, want het helpt me enorm. En tot de volgende keer. En zoals ze Brabant zeggen, houdoe.